We gaan even kijken naar de Zambezi River Lodge. Soft top. Cabrio kap noemen we het ook wel eens. Die heeft een disselkeuken. Een disselkeuken is heel erg goed voor de verdeling van het gewicht. En ook heel praktisch als je onderweg even ergens bij wil. Je wil even wat te drinken pakken. Je hebt meteen een tafeltje. Dat draait eruit en gaat over de dissel heen. Het is ook fijn als de tent eenmaal staat, want dan ben je de dissel kwijt in de tent. Nou, de keuken die kan dus open terwijl de wagen nog dicht is. Als je nou onderweg ook nog wat uit de wagen wil halen, kan dat ook. Je kunt de ingepakte tent met hoes en al omhoog tillen. Dan krijg je hier dus het bed. Je ziet hier de lattenbodem en een enorme bagageruimte, 1500 liter. De tent blijft droog onder het zeil. En je kunt dus heel makkelijk beladen of als je weer thuis bent de boel weer binnenhalen. Laden en lossen zonder de tent uit te vouwen noemen wij dat. Nou, bij de Softop Zambezi hebben we dit systeem vorig jaar geïntroduceerd. En bij de nieuwe Livingstone, de aardkoktent trailer, hebben we het ook toegepast. Het is een heel handig en functioneel idee.